De eigenaresse van de afgebrande hondenschool in Waalre heeft met haar crowdfundingactie in een week tijd al meer dan 4000 euro binnengehaald. Met de actie wil de eigenaresse de school weer opnieuw opbouwen. 2 weken geleden werd het gebouwtje aan de Achterrijnse straat door een brand bijna helemaal verwoest. Behalve de hondenschool zijn de politiehondentrainers van kringgroep Waalre gedupeerd en 2 schuttersgildes. Om het gebouwtje in oude staat te herstellen is meer dan 10.000 euro nodig. Donaties zijn dus nog altijd welkom.